Arthur Brink en Mika Gouwman. Namens NCC Nijkerk, Dominique van Domsler, Gerco Woudenberg en Damien van der Horst. De FCV de Losprinters dan met Paul Baan. Namens FCV Geldermalsen, Gilly de Prins. Acht hele snelle mannen hier vertrokken voor die finale promotieklasse heren. Jay de Prins is als allersnelste weg. Neemt dan Nijkerk met zich mee op die tweede positie. Hebben we het daar over Gerco Woudenberg. Tweemaal baanrecht, komt daar dan achteraan. Het is een derde plaats daar voor Mika Gouwman. Plek 3 nog even in de handen daar van Arthur Brink. Maar ik heb zo'n idee dat die Nederlands kampioen hier aan en voorbij is. Zijn vierde plek is inderdaad daar overgenomen door Damien van der Horst. Maar helemaal vooraan is het dus nog steeds Jay de Prins. Vraag is of dat Gerco Woudenberg het er nog moeilijk gaat maken. Gaat hij daar nog langskomen? We gaan het zien op die finishlijn. Is de winst hier voor Jay de Prins. Het is Gerco Woudenberg op 2. En het was daar nog Mika Gouwman op die derde positie.